maanden met name ook door zijn opstelling tegenover COVID-19, wat hem nog steeds bagatelliseert, enorm impopulair gemaakt. Maar ook vertoont hij steeds meer autoritaire trekken. Antidemocraat wordt hij zelf genoemd. Dus mensen zijn ook tegen hem bestraft. Van tevoren had Bolsonaro gezegd dat hij iedereen die de straat op zou gaan als terrorist zou bestempelen. Hij dreigde over het leger op zou worden afgestuurd. Dat is vooral nog niet gebeurd. Ik ben zelf bij een van de protesten geweest en ik zag wel dat de politie ontzettend intimiderend was. Zouden de protestanten min of meer omzingeld kun je zeggen. Ze liepen zwaar bewapend aan de zijkant, zodat het protest uitermate vreedzaam verliep. Dus het was ook wel om de mensen, denk ik, te intimideren van zorg dat het rustig blijft. En maar ook te laten zien van wij zijn aanwezig. Dus ja, Bolsonaro heeft van tevoren gedreigd en dat doet hij nog steeds. Bij ieder protest laat hij van tevoren van zijn voren. Ja, je zei daar net, Bolsonaro bagatelliseert ook nog altijd corona. Wat is de situatie op dit moment in Brazilië? Nou, we hebben bijna 1 miljoen mensen die besmet zijn met COVID-19 en meer dan 45.000 mensen zijn overleden. De laatste dagen zie je dat de teller weer stijgt. Afgelopen 24 uur zijn er meer dan 1000 mensen overleden en ik dacht ervoor ook al. Tegelijkertijd worden de regels in bepaalde deelstaten, zoals in Nederland, een stuk soepeler. Afgelopen weekend zijn de stranden opengegaan, veel winkels zijn opengegaan, ook de centra zijn er open. Dus mensen zijn er naar buiten gegaan, weliswaar met mondkap is soms ook niet overigens. En begeven zich op het strand naar winkelcentra. En als je hier op straat loopt, krijg je een beetje het idee alsof er niets aan de hand is, terwijl de aantallen oplopen. Ik denk dat het ook komt omdat Bolsonaro van het begin af aan gezegd heeft van ik wil geen strenge maatregelen. Hij heeft gezegd het is maar een griepje, dood gaan we allemaal en dat kan ik daar aan doen. Dus zijn houding is toch ergens overgenomen door de mensen, maar ook door een aantal deelstaten die de regels versoepelen, terwijl aantallen stijgen en ook medische zorg in de deelstaten te wensen overlaat. Oké, dankjewel voor deze stand van zaken. Nu naar jullie. En daarmee zitten de zaken erop. Ik maak graag plaats voor Farah en de afspraak. En tot morgen. Ja, dat is erg van Lars. Uitkijken, rustig te doen. Beste deelnemers, de strijd begint nu. Op deze eerste editie van kijk maar eens links en rechts van je. We zijn hier in alle soorten, maten en gewichten. Dikke rug, middeldikke rug, superdikke rug, serieus. Samen kunnen wij de wereld aan. Kom op, Lizzie, move! Zijn jullie het klaar voor? Ja. Ja, ja. Als jij de hele tijd hebt, dan moet er eens aan de TikTok met Felix zijn. Dat is ook een kapitel. Ik heb wel een kastje in zijn baan laten van mijn dochter. Van de huisarts, hè?